In mijn laatste seizoen 3 op reis maak ik een trip die me vanaf het meest westelijke puntje van Alaska terug naar huis brengt. Na een korte stop op de Japanse eilandengroep Okinawa reis ik door naar het Chinese Shanghai. Daar pak ik de trein die me uiteindelijk naar de grens met Kyrgyzstan brengt. En via Tajikistan, Iran en Turkije zal ik dan uiteindelijk weer aankomen in Amsterdam. De vorige aflevering was ik in de onwaarschijnlijk mooie Baidan Jailin woestijn, niet ver van de grens met Mongolië. En deze week pak ik de trein naar de relatief onbekende Xinjiang-regio. Daar bezoek ik de steden Turpan en Kashgar voordat ik de grens met Kyrgyzstan oversteek. Wakker worden met een heerlijke cappuccino mix. Cappuccino fantasie. En we zijn op de maan terechtgekomen. Stiekem toen ik sliep. Er is gewoon niets van groen meer te zien. Xinjiang is de grootste provincie van China en kent op veel plekken een extreem droog klimaat. De oneindige woestijn wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de zeer lucratieve mijnbouw. Steenkool, aardolie en uranium worden hier op grote schaal uit de grond gehaald. En bij aankomst in Turpan is die hitte meteen goed te merken. Warm. Warm, warm. Maar behalve de temperatuur zijn er hier wel meer verschillen met het China waar ik net vandaan kom. Mooi, het is bijzonder dit. Dit lijkt gewoon heel erg... Dit is gewoon niet meer echt China. Die heb ik ook gezien in Oezbekistan en zo. Grappig, hè? Echt. In één nachtje zijn we eigenlijk China uit. Technisch gezien zit het er nog wel in, maar het is niet meer China zoals we het afgelopen week hebben gezien. De Chinese hoofdstad Beijing is ook meer dan 3000 kilometer hier vandaan. En je hebt als bezoeker ook echt het idee dat je al in Centraal-Azië bent aangekomen. De grootste oorspronkelijke bevolkingsgroep hier, de Oeigoeren, is een van oorsprong Turks volk dat ook cultureel en taalkundig gezien tot Centraal-Azië behoort. Al meer dan 2000 jaar is de stad Turpan een geliefde stop op de zijderoute. En dat is best verwonderlijk als je bedenkt dat deze stad de bijnaam de oven van China heeft. Nou, dat komt omdat de stad echt midden in de woestijn ligt. Het ligt ook nog eens 150 meter onder zeeniveau. En daarom wordt het hier zomers met gemak 45 graden. Nu dus bijvoorbeeld. Maar ondanks die hitte wonen hier al eeuwenlang mensen. En dat komt omdat het hier bijzonder vruchtbaar is. En dat heeft alles te maken met een eeuwenoud ingenieus irrigatiesysteem. Waarbij het verse smeltwater uit het nabijgelegen Xinjiang-gebergte veelal ondergronds richting Turpan wordt geleid. De aanwezigheid van het water heeft ervoor gezorgd dat Turpan uitgroeide tot een belangrijke handelspost op de route tussen China en het Westen. Tot op de dag van vandaag is de erfenis van deze historische zijderoute hier duidelijk zichtbaar. En het is dan ook een bijzondere plek om te bezoeken. Des te meer omdat de Xinjiang-regio maar al te vaak op een negatieve manier in het wereldnieuws komt. Aanslagen door extremistische Oeigoeren, gericht tegen de Chinese autoriteiten, waarbij vaak veel burgerslachtoffers vallen, zijn helaas een realiteit voor de inwoners van Xinjiang. De steeds sterker wordende Oeigoerse afhankelijkheidswens heeft er indirect voor gezorgd dat op werkelijk elke hoek van de straat politie alles in de gaten houdt. En uiteraard heb je daar als buitenlandse cameraploeg ook mee te maken. We hebben hele sliert mensen bij ons. Dat komt omdat dit natuurlijk een regio is waar heel veel onrust is geweest. Kijk, dit is er eentje van de overheid. Deze meneer op links. En dan is een Chinese meneer. Die vertaalt. En dan is dit nog een mevrouw ook van de overheid. En die kijken gewoon wat wij filmen. Dat het niet beschadigend voor de regering is, zeg maar. Dat is voor ons heel vreemd, omdat we dat tot nu toe nog helemaal niet gehad hebben. Het is echt voor het eerst sinds ik aan mijn China-trip ben begonnen dat we echt gewoon in de gaten worden gehouden. We mogen ook niet overal draaien.
grote camera. Hier bijvoorbeeld, dus dan maar op onze kleine. Dit is wel by far het mooiste bouwwerk van de stad, de Emin Minaret. Gebouwd in 1779 in Afghaanse stijl. En hieraan zie je weer dat dit echt zo'n plek is die op het kruispunt van culturen ligt, hè? Turpan. Tot de 15e eeuw hebben de Oeigoeren verschillende godsdiensten beleden, zoals het boeddhisme en een vorm van het christendom. Maar dankzij het verkeer van handelaren en geestelijken over de zijderoute kwam het volk uiteindelijk in contact met de islam. Tot op de dag van vandaag is dit dé religie van de Oeigoeren, al verschilt het praktiseren ervan sterk per regio. Het is eenvoudig, hè? Geen enkele vorm van versiering. Alleen de kleurige tapijten. De moskee wordt overigens ook nog steeds gebruikt. En niet ver van de moskee vind je een islamitische begraafplaats die overigens op het eerste gezicht meer weg heeft van een archeologische opgraving. Net buiten Turpan vind je Buljak. Dat is vertaald betekent dat zoveel als de Vallei van de Druiven. Die groeien hier overal, want het hele vruchtbare vallei. Je kan ze kopen langs de kant van de weg, maar ook rozijnen, zoals je hier ziet. Heel veel verschillende soorten. En het mooie aan deze plek is dat je hier een idee krijgt van hoe Turpan er in het verleden moet hebben uitgezien. Hier zijn heel veel een beetje de tijd stil blijven staan. Alleen al die prachtige geschilderde deuren. Fantastisch. Ahmed! De druiven van Turpan staan alom bekend als de beste van heel China. En er komt hier ook heel veel wijn vandaan. Er zijn maar weinig toeristen die Xinjiang bezoeken. En dat terwijl het wel een hele bijzondere regio is met bijzonder gastvrije en vriendelijke mensen. Augustus is de oogstmaand en dus de beste tijd om hier naartoe te gaan. Hou wel rekening in augustus met extreme hitte. Daar zijn zelfs de voertuigen hier op aangepast. Helpt het? Nee. Terug in de stad zelf is het na een lange warme dag tijd om een hapje te eten. Het is 9:45 en de temperatuur is eindelijk een beetje draaglijk geworden. Tijd voor een ijskoud biertje. En wat streetfood. Dat is heel populair hier. Eten komt gewoon van de grill. Heel erg vers. Totaal niet wat je je bedenkt bij Chinees eten, maar wel echt heel erg lekker. Ik maak het niet laat vanavond, want morgenochtend moet ik vroeg uit de veren. Dan vertrekt namelijk mijn trein naar de grens met Kyrgyzstan. En die mag ik niet missen, want de volgende vertrekt pas over 2 dagen. En ik moet voor mijn visum op tijd bij de grens zijn. Oase van rust dit hotel. Zou ik nog wel even een tijdje kunnen blijven. Maar mijn trein vertrekt alweer. Dus tasjes gepakt, ready to move. En nog even wat druifjes mee voor onderweg. Dat mag als je hier slaapt. Zoveel als je maar wil. Maar zo relaxed als de dag begint, zo onrustig wordt het als we eenmaal onderweg zijn naar het station. Het staat echt muur en muur vast. De trein gaat bijna weg. En daarom besluit de chauffeur maar een alternatieve route te kiezen. We zijn nu een omweg aan het maken, maar volgens mij, dit wordt echt heel krap. Want het is nu over een uur gaat de trein al. En misschien veel te opwegen station voor station te bekennen. Het lijkt op onze kaart alsof dit helemaal niet de goede weg is naar het station. Gaat gewoon halen. We gaan nog steeds wel de verkeerde kant op, hè? Maar de redding blijkt nabij te zijn. Daar loopt de weg, een nieuwe weg.
Er blijkt dus een nieuwe weg te zijn die nog niet op de kaart staat, maar die wel rechtstreeks naar het station gaat. Als we nou nog maar op tijd komen. Het komt goed. We hebben nog 16 minuten. Nee, ik zie al een spoor. 27. 29. Hij is vertraagd. Yes. Ik heb gehoord van een van de passagiers die gebrekkig Engels spreekt dat de reden dat de trein vertraagd is, is dat er schijnt een aanslag te zijn geweest verderop bij het spoor. Er wordt natuurlijk verder helemaal niks over gezegd, er is niks over terug te vinden op het nieuws, maar bewijs maar weer eens dat het hele conflict tussen de Chinezen en de Oeigoeren echt tot op de dag van vandaag heel actueel is. Ik ben benieuwd of we er ook nog iets terug van kunnen vinden op internet.